1, paadje 2, of eigenlijk 1 paadje. Beste dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar de Sneakerplaats Show nummertje 26 alweer. En we gaan het hebben over deze Nike Air Max 1 Crepe Light Bone. Die zit verstopt in deze schoenendoos, sneakerdoos. We gaan dus een unboxing doen, een onfeed en detachels en natuurlijk uiteraard Elm of the Week op het laatst. Dus laten we naar de unboxing gaan van deze Nike Air Max 1 Crepe Light Bone. Nu gaan we dus naar de unboxing van deze prachtige Nike Air Max 1 Crepe Light Bone. Die verstopt is in deze sneakers. En nu gaat de magie beginnen, want we halen ze eruit. Paadje 1, paadje 2, of eigenlijk 1 paadje. Maar goed. Schoentje 1 en schoentje 2. Hey, we gaan het even over de materiaalgebruik hebben van deze Nike Air Max 1 Crepe Light Bone. Maar voordat we beginnen, vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Zouden we echt waarderen. Like deze video als je het een leuke video vond. En was je benieuwd hoe je aan dit shirt komt, stuur dan even een DM'tje. @sneakerplaats of @solutionfields om dit shirt te kopen. Het shirt is later ook te kopen op Etsy. Zie je allemaal in de beschrijving hoe je aan het shirt komt. Maar we gaan het hebben over deze sneaker eerst. Ja, dus de Nike Air Max 1 Crepe Light Bone. Het materiaal gebruikt eigenlijk, de mudguard is eigenlijk hetzelfde als de Nike Air Max 1 Magma Orange. Het is een wat dikkere stof. En er zitten ook meerdere lappen aan elkaar vast. Gestitched eigenlijk, en dat is best wel tof. Het steekt daardoor wel iets uit omdat het wat dikker is. Het kan je wat platter strijken. Maar ja, weet je, kijk, we hebben ook gemerkt van als we een onfit hebben gedaan met deze sneaker, in ieder geval de Magma Orange, dan is het wat minder aanwezig. Dus daar hoef je niet zorgen om te maken. Materiaalgebruik, ja, je voelt gewoon het kwalitatief gewoon heel goed in elkaar zit. De swoosh heeft een soort van reliefje van een slangenprint wat heel tof is. En ja, er is gebruik gemaakt van suede. Op de toebox is het een soort van vouwleer, wat eigenlijk ook de Nike Air Max 1 Elephant heeft. Ik heb niet heel veel vaker gezien in Nike Air Max's, maar ik vind het wel altijd heel tof. De onderkant van de zool is dus crepe. Normaal gesproken bij de normale Nike Air Max 1 ziet dat er dus zo uit. Hier heb je een verschilletje. Je moet het houden. Ik vind het in ieder geval wel heel tof. De midsole heeft dus eigenlijk wel een beetje die lightbone kleur. Daar is de naam volgens mij ook van afgeleid. De Nike logo's dus zitten op de hak en op de tong en de binnenkant zijn zwart. Eigenlijk voor de rest in het schoentje niks met zwart, alleen het logootje wat ik heel tof vind, dat is super minimaal. En het is gewoon een heel mooi kleurtje, perfect voor de zomer ook. Ik vind het een verrassend goed schoentje. Nike heeft goed zijn werk gedaan. En nogmaals, collectief is hij heel goed. En de sizing, true to size, even goed om te weten ook. Dan gaan we nu naar de on-feet van deze prachtige Nike Air Max 1 Crepe Light Bone. Oh ja, trouwens, voordat we naar de on-feet gaan, gaan we natuurlijk eerst de detailshots laten zien van deze Nike Air Max 1 Crepe Light Bone. Nog eentje. Tot zo! We'll be right back.
Wat was het weer? De Sneakerplaats Show nummer 26. Volgende keer zijn we er weer bij met een nieuwe video. En ben je benieuwd wat voor video dat is? Zorg dan dat je subscribe op ons kanaal. Zet je melding aan zodat je niks mist. En like deze video als je het een toffe video vond. Voor nu, slaap lekker. Tot de volgende. En ja, tot ziens. Yo! Hey gladde zweetmakreel. Toch best leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer vurige sneakers op je beeldscherm? Check dan ook de andere video's van de Sneakerplaats Show. Tot snel, oude snoepers van me.